Michael Jap, 30 jaar, woon in Roosendaal, woon samen, heb geen kinderen, heb rechten gestudeerd in Tilburg en werk nu als advocaat in Berg op Zoom. Prettigst voel ik mij dicht bij huis en ja, daarom heb ik de tuin gekozen, omdat ik me daar het prettigst voel. Nou, ik voetbal bij BSC al vele jaren, tegenwoordig in de vriendenelftal, BSC 4, vroeger nog in het eerste gespeeld. Daarnaast fiets ik heel veel, zowel op de racefiets als in de bossen op de mountainbike. En tegenwoordig heb ik Netflix ontdekt. Dat is ideaal om series op te volgen en te kijken. En ja, dat komt mij wel goed uit in mijn vrije tijd. De deelnemers aan Cold Sensation, dat is een uitdaging wat we ieder jaar doen in Roosendaal. Met een groep enthousiastelingen die gaan fietsen voor het goede doel, de kankerbestrijding. En ja, het valt me ieder jaar op hoeveel mooie verhalen daar ik van mensen hoor die dicht bij hun iemand hebben getroffen, helaas met de ziekte kanker. En ja, dat is wel een inspiratie voor mij om daar blijvend aan mee te doen. Cold Sensation, waar ik al twee keer aan mee heb gedaan, ben ik in september weer de berg opgegaan, de Mont Ventoux in Frankrijk, 3 keer. Keihard voor moeten trainen. Sindsdien heb ik mijn racefiets ook niet meer aangeraakt, want ik had er wel even genoeg van. Maar nogmaals, erg trots op die prestatie. Ik kijk tot nu toe op mijn leven terug met veel plezier. En natuurlijk, er zijn altijd wel dingen die beter konden. Maar echt spijt, nee, dat heb ik nergens eigenlijk van. Dat ik eigenlijk heel druk ben, terwijl ik over het algemeen redelijk rustig overkom. Ik denk, als ik een minuutje heb om te ontspannen, dan komt toch wel een beetje de actieve, drukke Michael naar boven. En ja, dat wordt ook wel getypeerd soms. En dan noem ik toch mijn vriendin als clown dat ik dan ben. Alleen loop je sneller, maar samen werk ik toch beter.